Ja, Dennis Wening is al vanaf minuut 1 dat je binnenkomt bezig aan het vervelen doen, hè? Jij tegen Jan. Ja, maar kijk, Jan en ik kennen elkaar natuurlijk al heel lang van ja, Sojitien Cadet. En we hebben dus zoveel momenten meegemaakt, ook in het buitenland, in de kleedkamer. En dan was hij aan het zingen en dan hadden we zoveel lol om. En dit, dat ik dit mag meemaken, dat Jan dit gaat doen, vind ik fantastisch. Maar ik moet wel zeggen, jullie worden benaderd en ik weet hoe dat gaat. Dan moet je iets doen wat niet in je comfortzone zit, zoals het heet. Dan moet je even nadenken, Jan. Hoe lang heb je moeten nadenken voordat je zei... ja, ik ga het doen en dan ga ik ook straks hier live zingen. Geen enkel probleem. Ja, ik wist niet dat dat erbij hoorde, dat live zingen. Dan had ik er wel iets langer over nagedacht. Ja. Nou, eigenlijk helemaal niet zo lang. Weet je, ik zie het eigenlijk een beetje zo. Heel Nederland denkt nu, Jan Versteeg, die kan toch helemaal niet zingen. Dus het allerergste wat er kan gebeuren is dat ze na E-Takes toe zeggen... ah ja, dat is Jan Versteeg, die kan inderdaad helemaal niet zingen. Ja. Weet je, that's the worst case scenario. Ah, oké, okay. Maar je kan wel zingen. Nou, je vindt het leuk om te zingen? Ik vind het heel leuk om te zingen. Dus je zingt al heel lang, denk ik dan? Ja, wel. Als wij vroeger met de auto naar Frankrijk reden, hadden we zo'n oranje koffer met bandjes. En als je dan eindelijk het bandje had wat je ook graag wilde hebben, dan keihard meeblaren op de achterbank. Maar is het iets wat je hebt geambieerd ooit? Of is het gewoon wat je onder de douche alleen maar hebt gedaan? Nou, nee, ja, ik wist al wel in de puberteit wel dat ik televisiemaker wilde worden. Maar ik had niet gedacht dat ik ook ooit zou zingen. En ik denk ook niet dat het een enorme carrière switch gaat worden. Maar ik vind het wel een heel leuk uitstapje. Maar Jan, weet je nog dat je bij mij thuis was? Hey, fijn dat je het aanhaalt. Ja, vertel. Dat wil ik ook horen. Hij was bij mij thuis, maar hij woonde echt bij mij echt om de hoek. Ja. En toen was hij bij mij thuis. En toen pakte hij al de gitaar. Had je een eigen liedje had je al. En toen zong hij hem voor mij. En toen stond ik ook al dacht van, hè, zo, hij kan echt zingen. Ging Dennis keihard huilen. Maar wacht even, ging hij ook gitaar spelen? Hij ging een liedje voor me spelen. Nou, dus gitaar en dit moet je delen met de wereld. Hij kan ook gitaar spelen, ja. Maar Jan, Hey, ik ben nog aan het bijkomen van het feit dat ik door Dennis word uitgelachen en Jan de hemel wordt ingeprezen. Nee, is goed. Ik heb niet gezegd dat je dit kan, hè.